Prinses Alexia heeft de rust van haar nieuwe leven in Londen nu wel gevonden, maar achter de schermen wordt er al volop gekletst over haar nieuwe leventje. Ondanks dat haar studietijd zogenaamd privé zou moeten blijven, is het nu al uitgelekt dat de 19-jarige prinses zich behoorlijk thuis voelt in de Britse hoofdstad. En het lijkt erop dat ze niet bepaald stil zit, want een van haar medestudenten, Claire Southcrow, heeft in een interview met Gala het een en ander onthuld over Alexia's avonturen. Terwijl de koninklijke familie nog probeert vast te houden aan de illusie van een rustige studietijd, lijkt het erop dat Alexia het Londense studentenleven volop omarmt. Alexia wordt altijd begeleid door een bodyguard, zegt Claire. Maar ze kan zich hier veel vrijer bewegen dan haar zus Amalia. Blijkbaar is de Universiteit van Londen geen vreemde plek voor prinsen en prinsessen, en zou niemand er echt van opkijken als Alexia door de gangen loopt. Toch is de koninklijke schaduw van beveiliging altijd dichtbij, zelfs in haar ogenschijnlijk ongedwongen studentenleven. Wat Alexia zelf lijkt te omarmen is de beruchte Britse regen. Waar menig student klaagt over het druilere geweer, zou Alexia juist hebben gezegd dat ze eraan gewend is en het haar niks doet. De prinses lijkt zich totaal niet druk te maken over de natte straten van Londen, wat misschien niet zo verrassend is als je bedenkt dat ze haar hele leven in het regenachtige Nederland heeft doorgebracht. Maar het zijn vooral de verhalen over Alexia's uitstapjes die de meeste aandacht trekken. Claire verklapte dat Alexia regelmatig met haar vriendinnen in chic privéclubs gespot zou worden, zoals de exclusieve Lulaus in Mayfair. Deze clubs, populair onder de elite en royals, lijken de plekken waar Alexia graag ontspant. En verrassend genoeg, dezelfde plek waar prins Harry en Meghan Markle ooit hun eerste afspraakje zouden hebben gehad. Het lijkt erop dat prinses Alexia het Londense leven maar wat goed weet te benutten, of het nu in de regen is of in de besloten kringen van de Britse High Society.